De spraakmakende zaak waarbij een baby bij een oppashuis de Latour is mishandeld, wordt besproken binnen de regering, bevestigde minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken vandaag. De bewindsman stelt dat ondanks zijn ministerie zich niet over het vraagstuk buigt, het niet onopgemerkt aan hem voorbij is gegaan. Ik denk dat de minister van Sociale Zaken zich bewust is van wat er gaande is. We hebben een paar keer erover gesproken, dus ik neem aan dat de nodige stappen gezet zullen worden om de situatie aan te pakken. Wel, ik denk niet dat de wereld anders naar Suriname zal kijken dan nu al het geval is. Wat er is gebeurd, valt zeker te betreuren. Maar het is iets wat in principe komt het wereldwijd voor. En we moeten inderdaad kijken hoe we kinderen en bejaarden die in tehuizen zitten, hoe die zo goed als mogelijk beschermd kunnen worden. Intussen is er een onderzoek ingesteld door het ministerie van Sociale Zaken. Het Openbare Ministerie heeft al bekendgemaakt bezig te zijn met het geval waarbij de baby van nog geen jaar letsels heeft opgelopen tijdens een verblijf bij het oppashuis. Voor McAndrew moet er een strategisch programma komen als het gaat om jeugdbeleid.